mensen. Ik zie nog steeds iemand aankomen. Ik heb net ook nog eventjes buiten gekeken. En we wachten hier maar. Ja, om nou weer naar huis te gaan, dat is ook weer wat. Maar het is wel onze eigen landarbeidersbond die ons hier heeft laten komen. Ja, toch? Ja. Iemand van de bond, die zou ons hier gaan vertellen wat er gisteravond is gebeurd. In Finsterwolde. En vooral natuurlijk wat dat voor gevolgen kan hebben voor ons. Voor onze hele staking. Nou ja, ik heb er gisteren midden in gezeten, mensen. Ik kan jullie er alvast iets over vertellen. Ik ben Edo, trouwens. Edo Boelens. Samen met mevrouw werk ik normaal gesproken bij Bunninga, op de velden. Maar nu niet. Het zal me eerlijk gezegd niet meevallen, want Eljo... Ach, die kennen jullie wel. Eljo Siemens, de goede venter daar in Finsterwolde met zijn karretje. Een achterneef van me. Mensen, schrik niet. Maar Eljo Siemens is gisteravond in zijn eigen dorp. Door de marechaussee neergeschoten. Hij heeft het vandaag niet gered. Vanmiddag was ik nog in Winschoten bij het hospitaal, maar ja, er was veel volk bij. Hij leek sowieso vanmiddag al zoveel verder weg dan gisteravond toen dat schot viel. Vanmiddag wilde ik nog tegen hem zeggen, jongen, ga nou nog niet weg. Daar ben je te jong voor. En dat terwijl ik gisteravond nog naar hem riep, Eljo, wegwezen daar, het wordt gevaarlijk. Maar ja, het was er op een gegeven moment knap stil. En nu ik erover begin, mensen. Als het nou allemaal weer bij me boven komt, als ik nou weer besef dat die marechaussee werkelijk gisteravond op ons geschoten heeft. Op ons landarbeiders. Wij die toch staken voor een goede zaak. De toekomst van onze kinderen. Ander werk is er hier niet voor ze straks. Beschoten alsof we misdadigers zijn. Maar Eljo. Mensen. Eltje had een goede zaakje met zijn karretje langs de deuren. Die had helemaal niks te maken met die hele staking. Ik vraag me zelfs af of hij wel door had wat er aan de hand was op die hoofdweg. Ja, heel goed kende ik hem niet. Ik kwam wel eens bij hem voor wat zaaigoed voor onze groententuin. Maar wat hij nou bijvoorbeeld voor onze staking vond, geen idee. Daar hebben we niet over gehad. Waarom wij nou al zo lang kwaad zijn op die grote boeren hier in de buurt. Hè, wat hij daarvan vond, ik weet het echt niet. Echt niet. Ja, net als andere winkeliers wist hij natuurlijk wel dat er aan ons steeds minder te verdienen valt. Hè? Nog maar net een paar jaar geleden, loonsverlaging, 15%. Zeg maar toch zelf van een kale kip kun je er geen veren meer plukken. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Mijn kinderen hebben op dit moment nog maar één stel kleren. Dat moet dan op zaterdag gewassen worden en dan maar hopen dat de volgende dag weer droog is. Schoenen? Schamen ons dood. We moeten de kinderen weer op klompen naar school sturen. Bij ons op de klei. Hele kluitensjouw is met zich mee naar huis. Ja, we hebben onze groententuin dan nog. Ik hoop jullie ook. Heb je tenminste nog eens een keertje wat. In zware tijden. Maar spek dat hebben we al lang niet meer. Maar waarom mensen, hier gaat het bijna om. Hè? Waarom stond Eljo daar gisteravond? Bij dat kruispunt voor de tabakzaken van Glazenburg. De manier waarop hij erbij stond toen wij kwamen aangereden. Er waren er nog veel meer mensen, dachten soms dat het een van de optocht was of zo. Het was al laat, er waren nog een heleboel kinderen op straat. Hadden ze daar op dat kruispunt, nou echt niet door, want er een klein stukje verderop voor Hotel de Unie, wat daar aan de hand was, is een raadsel. Ik zal nooit meer vergeten hoe Eljo erbij stond toen ik kwam aangereden. Nooit meer. Ja, mensen nemen niet kwalijk dat ik het op deze manier aan jullie vertel. Ik ben arbeider, ik ben het helemaal niet gewend zo. Maar ja, wat er is gebeurd, ik kan het nog steeds niet bevatten. En het begon eigenlijk al vroeg in de avond. Maar dat was ook wat. Mijn vrouw en ik, we vlogen elkaar in één keer de haar over onze dochter. Silke, schat van een haar. En zij is dienstmeid bij mevrouw Bunninga, waar wij normaal gesproken op de velden werken. Dat mens van Bunninga had het bestaan om mijn dochter weer een keer een map te geven. Met een stuk hout, weet ik veel, omdat ze een keertje vergeten was met twee woorden te spreken. Ik was kwaad, ik was woest en ik zeg toch tegen mijn vrouw dat ik Silke al voor 1 mei, toen wij begonnen met onze staking, thuis had willen hebben.
En waarom moest zij nou nog doorwerken? Ja, mijn vrouw die sust dan alles en zegt dat ik voorzichtig moet zijn met die bunning gaan. Daar heeft ze gelijk in. Maar ik was laaiend. En precies in die stemming komt mijn buurman binnen. Ja, en mijn buurman vertelde mensen dat er weer nieuwe onderkruipers zijn gekomen. Zit op te wachten, hè? Onderkruipers. Die godvergeten stakingsbrekers die de boeren steeds vaker voor ons in de plaats op het werk zetten, zodat het gewoon doorgaat. En ze zaten in Vinsterwolde. Nou, toen was ik niet meer te houden. Samen met mijn buurman ben ik naar Vinsterwolde gegaan. Die lui wilde ik wel eens zien. Nou, we kwamen er denk ik tegen 22:30 aan, zoiets. En voor dat hotelletje, de Unie, er stond al een hele meute. Ik denk wel zo'n 400 man. Joelen en schreeuwen. En de baas van die tent, die haalt die onderkruipers binnen. En dan s'nachts verspreiden, over de boerderijen. Ja, ja, ja. Wij hadden tegen de mensen buiten gezegd dat het bollenkwekers waren. Bollenkwekers die bij ons kwamen kijken. Nou wat? Bollen? Groningen? Zeker die paar rot hier zitten voor zijn raam, zeker. Kom op, toch zeg. Nou, de mensen schreeuwden dat ze naar buiten moesten komen, dat ze helemaal niks te zoeken hebben. Ik zag nog de burgemeester staan met een paar veldwachters en een marechaussee. En ineens gebeurde het, mensen. In één keer vlogen er een paar stenen door de lucht. Er ging ergens een ruitje aan diggelen. Iemand riep nog dat die ene marechaussee die tegen een baan, tegen een boom stond aangeleund, op zijn voet was geraakt of zoiets. Maar toen al, een paar tellen later, kwamen er versterkingen aan. Hoe komt dat? 16 man marechaussee. De helft te paard. Sabels bloot. Pistolen getrokken. We wisten niet wat we zagen, mensen. En toen ze dichtbij waren, begonnen ze ineens te schieten. We hadden geen tijd om na te denken. Toen ze probeerden te vluchten naar het kruispunt bij de Klinkerweg. Dat we terug zouden kunnen naar Beerta, maar ik werd al meteen ingehaald. Ik kreeg een klap en een plat van de sabel op mijn rug. Ik voelde nog. Het was een menens kogels vlogen in het rond. We probeerden te schuilen, maar iedereen hield de deuren bot. Het was door een wonder. Ik kwam toch nog op een kruispunt aan. Bij de Klinkerweg. Tegenover Glaas. En daar voor de deuropening stond Eltjo met zijn handen in de zakken, alsof er nog niks aan de hand was. Ik stak mijn hand naar hem op en ik riep wat naar hem. Ja, hij stak zijn hand naar mij op alsof hij wilde zeggen. Hey Do! Tijd niet gezien, joh! Wat loop jij nou te rennen? Kom nog eens langs, ik heb saaigoed voor je. Zo stond hij. Ik wilde hem naar hem oversteken, de wakker schudden, wegtrekken voor het gevaar. Te laat. Twee marechaussees zien, daar ken ik nog niet genoeg van al. Die kwamen eraan, hoor. Op het hele kruispunt heen. En weer dat gejoel, geschreeuw, gebalde vuist. Ik hield mijn hart vast. En die tweede stopte werkelijk recht voor mijn neus. Een van die dieners pakte heel rustig zijn pistool, legde aan over de pols en begon te schieten. Ik zie Eltjo vallen, ook een vrouw naast hem. En die andere diener die nog met dat ding bezig was, heb ik heel duidelijk horen zeggen. Als deze verdomme weer liggen, zal het hier wel anders lijken. Ik wilde naar Eltjo toe, ik moest zien hoe het met hem was, maar ik werd weggetrokken. Ik werd gesleurd door mijn kameraden, het kon nog veel en veel erger worden. En mensen schoten alle kanten op, ze vluchten de polders in, ze sprongen de sloot in. Toen we heel stuk verder weg waren op de Klinkerweg, werkelijk mensen, toen hoorden we nog steeds schoten in de verte. Maar toen ik thuis kwam, toen stond mijn vrouw buiten, bij de deur, zat de angst in de ogen. Ze had kennelijk al iets gehoord van iemand die eerder was teruggekomen. Ik begon te hakkelen, te stapelen, ik wilde het hele verhaal vertellen. Maar toen keek ze me aan en vroeg ineens, wat heb jij gedaan? Ik? Mensen, luister nou, ze hebben Eltjo neergeschoten. Nou, ze schrok nog eens, maar toen vroeg ze het ook nog eens een keer. Bij scherp aankijken. Ja, wat heb jij gedaan? Ik ken jou. Nou, ik hield even mijn mond dicht. Ik probeerde me weer alles voor te stellen. En toen zag ik het weer. Hoe ik zelf uit blinde woede om het gesodemieter met mijn dochter steen had opgeraapt en ook als een wilde was gaan gooien. En ik zei het eerlijk, maar ja, toen keek ze me niet meer aan.
Ze liep naar binnen toe, kwam even later weer terug. En toen zei ze me heel langzaam, zonder mij aan te kijken, dat Eltjo misschien niet was neergeschoten. Als ik die stenen niet had gegooid. Nou, het bloed trok werkelijk weg uit mijn kop toen ze dat zei. Ik probeerde me weer alles voor de geest te halen, maar dan terug in de tijd. Ik zag weer voor me hoe Eltjo daar was gevallen. Die Marjose op zijn paard die had geschoten. En dan terug in de tijd van Hotel de Unie. Hoe hij misschien was geraakt door een steen. Mijn steen. Nou, ik voelde de schuld in mijn lijf komen. Ja, daar zat ook nogal die woede om het gedonder van mijn dochter. Maar vooral die schuld, en ik zeg het jullie maar heel eerlijk, op dat moment wilde ik maar één ding. Alles diep onderdompelen met heel veel drank. En vergeten. Ja, die drank die had ik niet. Mijn vrouw is op een gegeven moment binnen gegaan en zat de deur achter zich dichtgetrokken. Ik ben de rest van de nacht buiten gebleven. Aan de oever van het Jammer. Ja, vanmorgen mensen was mijn vrouw nog steeds in de wieg geschoten, maar toen zei ze iets heel belangrijks. Geldt voor ons allemaal eigenlijk. Ze zei dat ik me er nooit en te nimmer mee had mogen bemoeien, juist omdat er nu al jaar in jaar uit zoveel leugens, kwaadsprekerijen, onzin over ons arbeiders wordt verteld en verspreid. En daar heeft ze gelijk in. Ja, gisteren voor de Unie, het werd mij rood voor de ogen hoor. Ik dacht niet met name aan mijn kop, alleen maar hier met mijn hart. En vandaag weet ik ook wel dat ik niet de enige was. Iedereen liep iets te gooien. En mijn buurman heeft me al een paar keer gezegd vandaag dat die Marjose ons hoe dan ook een lesje heeft willen leren. Dat die hele stenen gooierij als aanleiding juist goed uitkwam. Denk daar eens over na. Maar ja, dan hebben we Eltjo niet meer terug. Mensen, nu na al die jaar, al die toestanden hier in onze streek, nu hebben we een machtelaar. Een machtelaar van onze staking. Een onschuldige groenteboer. Maar ja, daarom wil ik jullie vragen om met zoveel mogelijk mensen uit al onze dorpen die meedoen met de staking, naar zijn begrafenis in Finsterwolde te komen. En laat het een waardig afscheid zijn, in stilte. Want hoeveel uniformen we ook zullen zien op die dag, dat zullen er heel wat reuzen. We laten ons niet meer uit de tent lokken en we lokken zelf niks uit. Waardigheid en stilte. Nou ja, ik denk dat de vent van onze bond niet meer komt. Jullie zullen er nog meer over horen. Maar nog één ding mensen, we zijn nu 4 weken bezig, laten onze strijd niet vergeten. Het gaat nog steeds om een beter loon. En vooral dat van onze vrouwen. Die veel langere werkdagen maken dan wij mannen. Daarom staken wij. Onze kinderen, die op de boerderijen werken en als vee worden behandeld. Daarom staken wij. Al het onbetaalde werk wat we nog steeds moeten doen. Onze leiders zeggen al het houdt stand en houdt moed. Ja, dat weten we onderhand wel. We kunnen ook niet anders. We moeten wel stand houden. Ook al lopen we nog eens een keertje een paar klappen op. Mensen, misschien worden we nog een keertje vernederd, maar we moeten volhouden. We zullen elkaar zien op die gedenkwaardige dag er in Finsterwolde. En tot die dag, buiten, kijk uit. En tot die dag, het gaat jullie goed.